Wij hebben geen landelijk partijkader boven ons die even zegt, hey, die de mos hangt in alle billboards, waar mevrouw Van Kaag of mevrouw Kaag jammer genoeg wel in hing. Tuurlijk hebben wij als lokale partij donaties opgehaald, dat doet iedere partij. Richard, we zijn hier bij de rechtbank in Rotterdam en vandaag begint de zaak tegen jou. Waar word je eventjes, om het allemaal even op te frissen, allemaal van verdacht? Nou, het is een hele mond vol. Twee criminele organisaties waar ik leiding aan geef, corruptie in mijn heet. Ja, het is gekkigheid alom. Ik ben gelukkig heel erg blij dat we vanaf vandaag al die waanzin kunnen weerleggen. Ja. Het is allemaal veel te laat natuurlijk. Het is een politiek proces geworden omdat het over de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is heen geteeld. Ja. Waardoor de grootste partij van Den Haag weer buitenspel staat. Dus ik ben blij dat ik eindelijk mijn verhaal kan doen. Dat is waar corruptie om gaat. Dat je een beetje elkaar zo de bal toespeelt. Maar dat is dus, dat probeer ik u uit te leggen, dat is dus niet gebeurd. Ik deed het voor iedereen. Ik loop voor iedereen hard. Ja. Als mensen een probleem hebben, dan bellen ze me op en dat gebeurt heel veel. Dan probeer ik dat probleem op te lossen. En uiteindelijk zijn er een aantal mensen die doneren. Nou, die hebben daar redenen voor. Ja, er is toen geld binnengekomen, er is toen ook een horecavergunning verleend. Dat is een beetje waar het ook om gedraait vandaag ook, toch? Ja, spannend is dat heel erg. Ik heb inderdaad gewedijverd voor meer nachtleven. Haagse jongeren gaan uit in Amsterdam en in Rotterdam, niet in Den Haag, omdat er niks te doen is qua dance. Ja, wij hebben gewedijverd voor zalencentra die een dancefeesten wilden organiseren. Opera wilde dat. Dat is een donateur, die heeft die vergunning gehad. Maar laat nou net de andere vier die die vergunning hebben aangevraagd hem ook gekregen hebben. Niemand bevoor, niemand benadeeld. U had die donaties ook wel nodig, toch? Uiteindelijk. Natuurlijk heb je, als je wil concurreren, komen er donaties. En hebben wij geen nee tegen gezegd. Nogmaals, wij krijgen geen subsidie. Wij hebben geen landelijk partijkader boven ons die even zegt, hey, die de mos hangt in alle billboards, waar mevrouw Van Kaag of mevrouw Kaag jammer genoeg wel in hing. Dus het is een ongelijk speelveld. Natuurlijk ben je blij met donaties. Ik vind hier dat echt mij een poets wordt gebakken. Natuurlijk hebben wij als lokale partij donaties opgehaald. Dat doet iedere partij. Landelijke partijen halen miljoenen op. Bij ons gaat het om tienduizenden euro's. Dat moeten wij doen. Wij krijgen geen subsidie anders dan landelijke partijen. Het is een ongelijk speelveld. Aan persoonlijke verrijking 0.0. Ja, ik heb geld voor mijn partij opgehaald. VDL die doneert 50.000 aan de VVD, 50.000 aan het CDA. Hey, je gaat wel even opkomen voor familiebedrijven, hè? Deze grote schoolboekenproducent, ik geloof meneer Van der Wind, die geeft het CDA 1,2 miljoen euro. Schoolboeken zijn gratis. Nou, dat is bij ons helemaal niet te vinden. Nee. Ik had een idee als partij, namelijk we willen die nacht gaan verruimen, we willen jongeren laten stappen. En bij dat idee sluiten partijen aan. Dus er wordt nu wel gezegd van ja, maar er wordt geld naar de partijen gestuurd. En in ruil daarvoor krijgt diegene een vergunning. Tenminste, dat is hoe het lijkt. Ja, dat causale verband is er dus niet. De heer Akjol is lid van onze partij, zat in het campagneteam, is donateur. Hij heeft nooit gevraagd, ik wil daar wat voor terug. We hebben generiek beleid gemaakt voor de hele stad. Ja. Namelijk dat we een aantal nachtvergunningen zouden uitgeven. Ja. Daar zit ook een donateur van ons bij, maar er zitten ook niet-donateurs bij. Ja. En die hebben we ook gehad. Maar zo is het gegaan. Even terug. Voorzitter, mag ik ook misschien? Ja, ga jij ook eens een keer wat zeggen, ja. Ja, ik bedoel, ik was erbij. Kan het ook niet zo zijn dat er bijvoorbeeld bepaalde dingen zijn gebeurd in het verleden die toen prima konden, maar nu achteraf worden gezien als corruptie? Dat het niet zo bedoeld was, maar wel zo wordt gezien? Ja, daar ga ik helemaal niet van uit. Het OM ziet vooral heel veel dingen. En dat is natuurlijk aan ons nu om dat haarfijn te ontrafelen. Daar hebben we het volste vertrouwen in en daar zijn we gelukkig vanaf vandaag aan begonnen. Liken, subscriben, sharen, volgen, commenten, lid worden, delen. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Het mag allemaal. Hoeft niet. Mag.